Goedemorgen. Ik ben nog niet helemaal wakker. Het is maandag 14 juni. En... oh. Mijn horloge is uitgevallen. Ik denk dat het 7:15 is. En ik heb geen zin in vandaag. En dat komt omdat ik straks naar de dokter moet. Het is de eerste dag. Ik train natuurlijk al vanaf dit jaar. Ben ik redelijk aan het opbouwen. Maar vanaf vandaag gaan we echt trainen naar de 50 kilometer ultra trail. En dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Alleen moet ik dus vanmorgen naar de dokter om mijn spiraal te laten verwijderen. En dat verpest mijn hele mood, omdat ik daar best wel bang voor ben. Ik ben normaal gesproken niet ergens bang voor, maar nu vind ik het best wel spannend. En het komt omdat de vorige keer die ingegroeid zat. En ik ben bang dat dat deze keer weer zo is. Dus dat gooit even roet in het eten. Maar aan de andere kant ben ik heel blij dat hij eruit gaat. Want dan hoef ik me er ook geen zorgen meer om te maken. Dus ik ga eerst hardlopen. Een duurloopje van 60 minuten. En ja... dan gaan we kijken hoe de dag verder gaat. Dus dat. Ik ga tanden poetsen. En eerst eens even mijn horloge opladen. Want zonder ga ik natuurlijk niet lopen. En dan gaan we het meemaken. Nou, de plannen zijn een beetje gewijzigd. Ik ga eerst werken. Het is nu 7:50. En... mijn hardloophorloge die moest even opladen. Dus ik dacht, dan ga ik eerst even een uurtje werken. En dan ga ik daarna hardlopen. Ik ben nog steeds niet helemaal oké, merk ik aan mezelf. Dus, dat is het voor nu. Ik heb net met Jessie gelopen. Ik ga nu een uurtje werken en daarna ga ik dus hardlopen. Nu drink ik eerst mijn shotje. Cheers. Hij smaakt anders dan anders. Oké. Vanochtend geen spotje. It is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole. Nou, en zo zien we er dan uit na 10 kilometer rennen in de bloedhitte. Knap, nu snel douchen en naar de dokter. Nou, daar was ik weer. Het is inmiddels iets over 12. Ik kom net van de dokter weg. Of van de dokter, eigenlijk van de doktersassistent. Want de doktersassistent heeft mij geholpen. En het was zo gepiept. Echt, ik kon dat mens wel zoenen. Het was zo fijn. Het voelt nu heel raar, dat wel. Maar het was niet dat het echt pijn deed of zo. Het was echt even een vervelend gevoel. Heel apart dat het zo'n verschil kan zijn. Ik ben zo blij. Ik zei tegen haar, ik zeg, als de maatregelen er niet waren geweest, had ik je geknuffeld. Dus ik haal opgelucht adem. En ik ga nu even eten, want ik kreeg vanmorgen nog geen hap door mijn schot. Dus dat gaan we nu even doen. En dan gaan we eventjes het blok kijken. Even chillen. En blij zijn.
blij zijn dat mijn spiraal eruit is. Yes. World, no, I'm not gonna buy it. I got my hands on your body. So Oké, dit is de current situation. Oh my god. Het is hier 26 graden binnen. En ik heb net gedanst voor mijn leven. En nu ben ik echt oververhit. Dus mijn buik gaat echt zo goed. Het slaat echt helemaal nergens op. Ik voel gewoon niks. Echt niks. Het is echt bizar. De vorige keer kon ik niet eens lopen. En nu dans ik gewoon voluit. Het is echt apart. Dus. Oké. Nou, ik heb nog 2 lesjes vandaag. En dan is het alweer done. Oh, dit wordt een fijne week, denk ik. Het gaat helemaal goed komen. Ik neem jullie mee naar Epping. Let's go. Tell me what you want me to do. I can be good or be not it. Because there ain't nobody love you like I do. Nou, ik weet niet of het heel duidelijk is, maar het is heel warm. Dus ik ben nu net over de helft, maar ik had al thuis moeten zijn. Want het is echt gewoon niet te doen. Ik heb eigenlijk een tempo loop. Maar het is pittig. Het wordt vandaag midden 30 graden ergens. En het is nu al te voelen. Ik zweet me echt helemaal kapot. En ik twijfelde nog toen ik van huis wegging. Dat ik dacht, misschien moet ik even eten. Of drinken. Fatsoenlijk. Maar eigenwijs, hè. Dus ik heb heel erg honger. Ik ben ook moe. Gisteren had ik echt een gekke dag. Ik heb het idee dat mijn hormonen een beetje van slag zijn. Dus dat. Ik ga weer rennen, anders dan wordt het niet wat. Goedemorgen, het is vrijdag, iets over 9:30 en ik loop in het bos met Jessie. We zijn net bij de dierenarts geweest. Jessie moest haar inenting, omdat ze naar het pensioen gaat van zomer, hopelijk. Ze heeft volgende week een proefdag en daarvoor had ik al eventjes een wisselduurloop gehad van 50 minuten. En gisteren en eergisteren waren echt heel erg druk. Dus heb ik eigenlijk de camera er niet zoveel bij gepakt. Maar nu lopen we lekker rustig in het bos en dacht ik, let's do it. Dus dat is de update weer. Ik ga even genieten hier samen met Jessie van wandelen. Het is hier super mooi en rustig. En daarna ga ik nog even een uurtje werken. Nog 4 lesjes geven. En dan is het alweer weekend. Dus het gaat hard deze week. Heftig weekie, maar wel lekker. Dus ik neem jullie vanmiddag mee naar dieren. Als ik eraan denk. Relax.
loop nu dus in het bos. Maar er loopt daar dus een everzwijntje. Kom ik echt voor het eerst in mijn leven echt een grote groep zwijnen tegen. Ik moet ook wel een beetje oppassen. Maar dan loopt er dus echt een baby. En die is dus de weg kwijt. Want de groep die is die kant op. En hij gaat die kant op. En ik vind het zo zielig. Oh, zo zielig. Denk ik, ja, wat kan ik doen om dat baby zwijntje te helpen? Het is heel stom. Eigenlijk moet ik gewoon natuurlijk doorgaan. Maar ik vind het dan zo zielig. Nou, ik kan hem niet meer vinden. Echt heel sneu. Ik weet, aan de ene kant is dat natuurlijk ook de natuur. En die baby's die moeten ook gewoon hun mama en papa volgen. Oh mijn god. Ja, hij gaat de goede kant op. Waar is die heen? Jezus, ik schrik me echt helemaal aapzuur. Ja, goed zo. Dat is de goede kant. Hij gaat in ieder geval weer de goede kant op. Kijken of hij nou ook echt de weg over gaat steken. Net zoals zijn family. Ik schrok echt zo hard. Dat is echt 2 meter voor me dat hij de weg overstak. In 1 keer vanuit de bosjes. Deze bosjes. Ik kijk natuurlijk alleen nog maar op mijn scherm. Nou, hij is nu echt weg. Ik moet echt niet meer zien. Dus ik vertrouw erop dat hij zijn papa en mama nu aan het vinden is. Oh mijn god, heb ik weer hoor. Het is hier wel super mooi. Het was ook echt een mega grote groep zwijnen. Echt een stuk of, wat zou het zijn geweest, 30, 40 of zo. Heel veel grote en kleintjes. Dus ik ben al tevreden met deze run. Daar was ik weer. Ik ben inmiddels met mijn tweede rondje bezig. Want ja, ik had dat niet eens gezegd. Het is zaterdag. En ik heb mijn laatste training van de week. En dat is een duurloop van 100 minuten. Oh, ik moet wel goed filmen. En ik heb er na 1 rondje 50 minuten op zitten. Dus ik doe er nog 1. En dan kan ik meteen even kijken of die kleine piggy er niet nog is. En hij was weg. Dus, oh, irritant. Dus ik ben gerustgesteld. Maak dit rondje nog af en dan loop ik terug. En dan zit deze trainingsweek erop. Oeh, het is nog steeds benauwd. Gisteren heeft het geregend. Dus het scheelt wel een beetje. Ik ben de hele tijd mijn borst aan het filmen. Dat is niet de bedoeling. Het is nu iets boven de 20 graden. Gisteren was het om 8 uur al 30 graden. Dus dat was pittig. 30 graden zeg ik. Ja, 30 graden. Ik stop echt zo vaak omdat ik dan weer wat hoor. Denk ik, oh mijn god, zwijn. Maar deze keer niet. Dus, morgen of vandaag ga ik de rest van de dag nog schoonmaken en boodschappen doen. En morgen, nee, vanavond gaan we uit eten met mijn schoonouders. En morgen is het vaderdag, maar heb ik een optreden met een dansgroep. Een van mijn dansgroepen. Ik ga meedoen met kunstbende. Dus daar gaan we morgen heen. En 's avonds gaan we naar mijn vader.
En dan zit het weekend er alweer op. Dus ik maak dit rondje nog even af. En misschien neem ik jullie morgen nog eventjes mee naar Nijmegen. The first, last eternity. Ja, kijk toch. Dit is fantastisch. Dus, goedemorgen. Het is zondagochtend. 9:10 om precies te zijn. Ik rij nu naar Citydance, want daar moet ik om 10:00 zijn. En dan gaan de meiden nog even oefenen en omkleden. En daarna gaan we richting Nijmegen en gaat mijn clubbie dansen. Ik ben zo trots op ze. Ik heb er zo'n zin in. Ik ben ook een beetje zenuwachtig voor ze. Maar dat hoort erbij. Althans, ik hoef eigenlijk niks te doen. Dus waarom ben ik zenuwachtig? Ik ben zenuwachtig voor hun. Terwijl het helemaal niet hoeft, want ze gaan rocken, ik weet het zeker. Ik ben heel erg benieuwd vandaag, want het is natuurlijk het allereerste optreden sinds 1,5 jaar of zo. Dus ik ben vooral, want het gaat op een livestream. En dit is natuurlijk de voorronde voor Kunstbende. Dus ze kunnen doorgaan naar een grote finale. Ik weet niet eens wanneer die is of waar die is. Ik ben heel erg benieuwd naar vandaag. Noah gaat met me mee. Noah is stagiair. Ze liep in ieder geval stage bij de groep. Dus ik vind het vet leuk dat ze meegaat. En dat is het. En vanavond ga ik dan nog eventjes Vaderdag vieren bij mijn eigen paps. En dan zit het weekend er alweer op. Het gaat fully snel. Echt voel je snel. Dus dat is het verhaal weer voor vandaag. Ik vind dat het me nog aardig is gelukt deze week met filmen. Ik ben er eigenlijk wel een beetje trots op. Nu nog in elkaar zetten. En ik film natuurlijk vooral om mijn weg naar de 50 kilometer een beetje vast te leggen. Naar mijn eerste grote afstand, want ik heb nog nooit verder dan, wat zal mijn langste afstand zijn? Ik denk dat ik nog nooit, ja, dat zal de Spartan zijn geweest. Ik denk dat ik nog nooit op een dag verder dan 24 kilometer heb gelopen, verwacht ik. 24, 25. Dus ik ga gewoon het dubbele lopen van hoe ver ik ooit heb gelopen. Dus deze week ging de training in ieder geval heel erg goed. Ik heb ze wel een beetje omgegooid. Volgende week moet ik ook een beetje mijn trainingen om gaan gooien. Of verplaatsen moet ik zeggen. Ik ga ze niet omgooien, maar een beetje anders verdelen dan dat ik het eigenlijk moet lopen. Ik heb natuurlijk altijd schema's van Pieter. En ik loop normaal gesproken op de maandag, dinsdag, donderdag, zaterdag. Maar nu heb ik aankomende weken weer heel veel workshops. En moet ik het dus een beetje anders gaan verdelen. Maar dat geeft niet. Dat heb ik dus deze week ook gedaan. Dat ging eigenlijk prima. Ik heb nu 3 dagen achter elkaar hard gelopen. Nou, dat... Nee, dat heb ik wel vaker gedaan trouwens. Maar ik verbaas me erover hoe mijn lichaam voelt. Het voelt eigenlijk best wel dikke prima. Geen spierpijn of zo, geen pijntjes. Ik had gisteren wel, toen we naar de stad gingen, even last van mijn voeten. Heel raar. Ik had even moeite om in mijn pas te komen of zo. Heel raar. Maar dat is het enige. Dus verder gaat het super goed. Deze week dus zo'n, tussen de 40 en de 50 kilometer gemaakt. Dus dat is netjes. Daar ben ik tevreden over. En aankomende week loop ik iets langer, want heb ik weer afgesproken met Arie zaterdag. En dan gaan we 20 kilometer lopen van het Edelherten Trail. En daar heb ik heel veel zin in, want die trails zijn zo mooi. En ik raak daar zo enthousiast van en ik vind het altijd zo vet gezellig en alles is mooi. En hoe lang ben ik al aan het filmen? 6 minuten, valt nog wel mee.
Oké, dus daar heb ik heel veel zin in. Weer 4 trainingen op het programma. En ja, ik neem jullie gewoon weer mee volgende week, hoop ik. Ik ga in ieder geval mijn best doen. Beter mijn best dan deze week. Ik ga eens kijken hoe ik alles aan elkaar kan lijmen. Want een echt verhaal kan ik niet vloeiend over laten lopen volgens mij. Het is echt van de hak op de tak. Maar ik hoop dat jullie me dat vergeven. Ik ga kijken of ik vanmiddag nog een beetje kan filmen. Zou leuk zijn. En anders dan zien jullie me volgende week. Dit leuk vonden. Het is niet mijn eerste weekvlog. Ik heb al een keer eerder een weekvlog gemaakt. Toen we net uit de eerste lockdown kwamen. Dus dat was wel heel bijzonder. Als je die nog niet hebt gezien en je vindt dat interessant of leuk om te zien, dan link ik hem eventjes hieronder. En dan bedank ik jullie voor het kijken en dat jullie tot aan het einde zijn gebleven. En als je dit leuk vond, doe je duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, zet het belletje aan en volg vooral mijn hardloopjourney als je dat leuk vindt naar de 50 kilometer in oktober. En ja, comment even als je tips voor me hebt hoe ik me hier nog beter op kan voorbereiden. Tot de volgende, doeg!